Nog zo'n oefeningetje, ongeveer zoals oefening 17, maar deze keer gaan we effectief ook een berekening gaan doen. We hebben dus twee figuren die gelijkvormig zijn en we moeten deze onbrekende of onbekende zijde gaan berekenen. Ja? Wat hebben we daarvoor nodig? Wel, je zou dat kunnen oplossen met een gelijkvormigheidsfactor, of we hebben ook geleerd dat een gelijkvormigheidsfactor dat de verhouding is van de overeenkomstige zijden. Dus we gaan proberen een evenredigheid op te bouwen. Want een evenredigheid is een gelijkheid van verhoudingen. En dan gaan we de hoofdeigenschap toepassen. We hebben hier die 11, die komt overeen met die 5. En we hebben dan die 4, die komt overeen met dat vraagtekentje. Ja? We gaan een evenredigheid opbouwen. Dat is dus een gelijkheid van twee verhoudingen. In de tellers zetten we telkens de afmetingen van de grote figuur. Dat is 11. En dat is het vraagteken, we noemen dat hier x. En dan daaronder zetten we telkens de afmetingen van de tweede figuur. Ja? Met die 11 komt de 5 overeen. En met het vraagtekentje, die zijde, komt deze zijde overeen. Dat is dus die 4. We hebben nu een evenredigheid. We gaan die nu de hoofdeigenschap gaan toepassen. Dan hebben we 5 maal x, dat is 5x, is gelijk aan 11 maal 4, dat is 44. X is dus gelijk aan... Mijn maal 5 wordt in het andere lid gedeeld door 5, dus 44 vijfde. En dat zou je dan nog verder met je rekentoestel kunnen gaan omzetten naar het comma getalletje.